de N215 over Goeree-Overflakkee. En ik ben op weg naar Dirksland. Want in deze zomertour vragen we ons ook nog af of er een beetje feestjes worden gevierd op dit eiland. Dus waar is het feestje? Op mijn zoektocht naar een feestje op Goeree-Overflakkee kom ik in Stellendam Michel tegen. Hij heeft altijd wel zin in een feestje. Hey, vanavond feestje, of niet? Als er geen één is, maken we er eentje, of niet? Maar dan gaan we even een feestje maken vanavond, ja? En waar is het feestje? In Dirksland. Helaas komen veel feestvrienden van Michel niet opdagen, maar de muziek staat in ieder geval aan. Het gesprek gaat al snel over drank en drugs. Wat zit erin? Ja, daar distancieer ik dan weer van. Sterk water. Heel mooi, met mooie belletjes. Ja, alcohol. 85% alcohol. Waar haal je dat vandaan, joh? Maak ik zelf. Dat maakt hij zelf. Niet iedereen gebruikt drugs, maar het heeft in ieder geval wel met verveling te maken. We vervelen ons gewoon. Ja. Dus dat, en dat waarderen mensen niet, want dan gaan we op buiten op straat hangen, gaan we rottigheid uithalen, ik zeg maar wat. Ja, dat is ook vervelend voor de andere mensen hier in de buurt, maar dat, ze doen er niks aan. Ze doen er gewoon helemaal niks aan. Zoals deze meneer, die maakt een rapportage over waar is het feestje. Ja, nou, maar er is gewoon geen feestje, er is gewoon niks gebleven. Nee, precies. We moeten het... Waar is het feestje? Het is ver te zoeken, niet op Flakkee. Bij de kerk. Ja, bij de